Zaterdag werden in Wergeer de Open Friese kampioenschappen Klompke-Sieler gehouden. Vanaf een oude praam werd gezeild op een prachtige locatie. 28 klompen streden in de Friese klompklasse om het kampioenschap van 2014 en in de open klasse werden 8 klompen ingeschreven. De Friese klompklasse wordt gevormd door de standaard zeilklomp die te bestellen is bij de stichting Klompke-Sieler. Deze klomp wordt afgebouwd volgens de bouwvoorschriften en wordt op de wedstrijddag door een technische commissie gecontroleerd en gemeten. GPTV was erbij. Fries kampioenschap Klompke-Sieler, wat houdt dat in? Nou, wij zoeken altijd contact met een plaatselijke organisatie. Dit jaar hier voor het eerst in Wergeer. En wij organiseren dan met de zeilklompen, breed ingezet, iedereen kan deelnemen. Het kampioenschap eigenlijk in 3 klassen waar kinderen met hun klomp in kunnen varen. Die klompen die worden helemaal zelf gemaakt, hoe zit dat? Ja, de klompen worden helemaal zelf gemaakt. De Friese klompklasse die wordt gebouwd op basis van een bouwpakket. En die maten liggen allemaal vast. De klompen moeten ook voldoen aan de eisen die we daaraan stellen. Ze worden ook gekeurd. En daarnaast kunnen kinderen deelnemen in een vrije klasse, als het maar een klomp is. En we hebben ook nog een fantasieklasse en dan gaat het om de mooiste klompen. En de winnaar, wat krijgt hij? Nou, de winnaar... Je kunt Fries kampioen worden in de Friese klompklasse. Die krijgt de wimpel van het watersportverbond. Dus dezelfde wimpel die je ook krijgt als je regenboogzeiler bent, als je valkzeiler bent of je bent klompzeiler. Watersportverbond zet de kampioenswimpel beschikbaar. En er zijn natuurlijk ook mooie prijzen in vorm van een bekertje en een aandenken. Dus als ik het goed begrijp is het ook echt een officiële watersport? Het is een officiële watersport, want de Friese klompklasse is een officieel erkende klasse in het watersportverbond. Waar let u op tijdens het keuren van de klompen? Nou, dat er een beetje eenheid in die klasse zit, dat ze niet te veel aan die schepen veranderd hebben. Hè. Dat niet de ene bijvoorbeeld met een hele lange kiel of een met een hele lange mast, die gaan de vrije klasse in. Zag ik u zo net ook bezig met een hamer en een, ja, er zit een letter op. Wat is dat precies? Dat is de letter F staat erop, van Friesland. En dat is het keurmerk als het goed gekeurd is? Ja, als wij dus een scheepje tegenkomen die we keuren al een F in staat, sturen we ze gelijk door naar de inschrijving. Dan weten we dat die al gekeurd is. Hoe lang doet u dit werk eigenlijk al? Nou, ik zit eigenlijk al, nou, ik denk al van, bij mijn begin 70 zijn wij in Watten komen te wonen. En daar was het eigenlijk altijd al, skipkassielen en er waren onder andere ook klompen. Maar het viel mij wel eens op dat er niet veel klompen de goede kant op voeren. En toen ben ik in de loop der jaren wat gaan experimenteren met mijn eigen klompen en met de klompen van de vrouw en een klomp die ik krijgen kon. Om te proberen om toch een goed zeilende klomp te krijgen. Nou, en op laatst, na vele mislukkingen, is het toch een keer gelukt dat die recht overging. Hè, van de ene kant van het kanaal naar de andere, zonder dat er... Hè, dat is echt de kortste route natuurlijk, dus dat waren dan wel de snelste klompen. Dus. En in Watten is altijd al een hele grote groep eigenlijk, altijd die hard zeilde. Dat was echt wel 40, 50 kinderen hè, van de lagere school. En die gaan 2 keer per jaar met een praam het dorp uit en dan gaan ze zeilen. En er zijn er altijd een hoop prijsjes voor. En nou, dat is altijd een hele gezellige club. En dat is achteraf is dat ook een mooie opstap geweest naar de watersport. Hè. Heel veel van die mensen die vroeger klomp zeilden, die kom je nou weer tegen. Ja, tot op dan de scootjes aan toe. Hè. Dus, He, dus het is wel een echte instapklasse, hè, hoe je het nog maar noemen wil. En wat is het geheim van een rechtseilende klomp? Nou, het geheim is zo, die klompen die hebben, ja, dat is met iedere schip zo, in een windvlaag wil ieder schip oploeven. He, dus dat is met het voorschip in de wind draaien. Maar dat moet je eigenlijk niet willen, hij moet eigenlijk rechtuit blijven gaan. Dus je moet eigenlijk een balans zoeken. En die balans, nou die heb ik, ja, moet niet denken dat ik het uitgevonden heb hoor, dat was al honderden jaren bekend. He, dus iedere scheepsbouwer die heeft het wel geweten. Maar dus een lange boegspriet, he, dus een flinke boegspriet, die moet compenseren. En de kiel, die moet achter de mast beginnen. En nou ja, toen op laatst had ik een goed zeilende klomp. He, maar ik heb er heel wat gemaakt voordat het wat naar mijn zin was. He, want die hadden steeds van die exemplaren met heimwee, weet je wel? Die vouwen een meter van je af en die kwamen dan niet ook weer een meter naar je toe. Dus dat was de manier niet. He. Ik vind hetzelfde. Helemaal mooi. Dikke nu alles.